Vandaag ga ik samen met Mickey Giel Minecraft spelen. Alleen ik mag alleen maar rechtdoor lopen. Bij de finishlijn gaan we met elkaar vechten en gaan we kijken wie de beste loot heeft. Like even deze video, want dan verandert dit duimpje namelijk in iets wat ik heel erg nodig heb. Oké, like in 3, 2, 1 en een diamond zwaard. Heel erg bedankt voor het liken. En abonneer even op mijn kanaal, want we hebben bijna de 300.000 abonnees. Ah, jongens, ze zijn alle drie op een lijn en we mogen gewoon niet van de lijn meer af. En voor ons zie ik al wat. Zullen we daar gewoon heen lopen of moeten we eens even gaan voorbereiden? Ik denk dat het best is. Ja, dat denk ik ook, Jesse. Nou, oké, ik heb al een boom, hè? Ja, ik heb ook een boom. Hebben jullie allemaal al een boom? Oké, dan, ja. dan moeten we eens tools gaan maken, want dat moeten we wel hebben. Dat is wel heel erg handig om te hebben, denk ik. Oké, ik heb al een crafting table. Hebben jullie al wat? Nee, een hele hoop hout. Ik heb ook hout nodig. Alleen, ik kom dus net niet overal bij soms. Dat is zo vervelend. Ja, oh, Jesse, misschien moet jij even een blokje oppakken, hoor. Want ik kan er net niet bij. Waar ben je dan, Giel? Ik heb hem al. Heb je hem al? Ik ben hier aan het hakken. Maar ik wil ze hebben. Giel, ik kom er net niet bij. Oké, wacht. Oh, ik kan er ook net niet bij. Nee. Kom je er ook niet bij? Giel. Kijk uit, je mag niet van de lijn af, hè. Ja, ik denk dat ik een zwaard ga maken, want dan heb ik sowieso dat al in het begin, jongens. Jongens, ik heb bijna alle tools al. Heb je bijna alle tools al, Mick? Ja, wacht. Ik maak ook een pickaxe. Ik heb alleen een pickaxe en een zwaard, dat vind ik prima. En dan de crafting table ga ik weer lekker met me meenemen. Ja, ik heb een pickaxe, ik heb een zwaard, ik heb alles, kijk. Heb je alles al? Maar Mick, een houten zwaard is helemaal niet goed, hè. We gaan sowieso nog meer dingen tegenkomen. Jij hebt ook een houten zwaard. Ja, maar misschien kan ik straks nog een stenen zwaard maken, maar dan kom ik steen tegen. Alleen, ik moet alleen maar rechtdoor lopen. Oké, we gaan de Nether in en, hallo, staat hier een mannetje? Wacht, als ik nu zwaard... Oh, Mick wordt aangevallen! Mick, je gaat bijna dood! In de lava! Nee, makkelijk. Maar hij kan tegen de lava, volgens mij. Ik wil je helpen, maar dat kan helemaal niet. Het is al gelukt. Maar wat kunnen we in de Nether vinden? Wacht, ik ga gewoon een paar blokjes hier meenemen. Misschien kan ik die wel heel goed gebruiken straks. Oeh, dat is een goed idee. Ja, maar ik kan ook wel dirt hakken. Ik haal een blokje weg met lava, nee. Giel, allemaal lava bij jou. Oké, ik plaats hem snel terug. Ik denk dat ik weer uit de Nether ga, want ik kan hier echt helemaal niks, jongens. Oh, weet je wat ik heb? Ik heb een crossbow. Ik denk dat ik die in de Nether heb gevonden. Alleen ik kan niet schieten, want ik heb helemaal geen pijlen. Jesse. Ja, wat is er? Wow, ik zie iets in de verte. Wat heb je gevonden, Mick? Wacht, ik kom eraan. Een lucky block. Wacht, ik kom eruit. Ik heb een boom in de weg staan, Mick. Dan moet ik eerst doorheen hakken. Ik zie ook een lucky block. Kijk. Mick, ik ga weg. Open hem maar. Misschien zit er wel wat heel vets in. Je hebt gewoon een boog gekregen. Ik heb een lucky boom, maar ik heb ook natuurlijk helemaal geen arrows. Nou, maar misschien komen er nog wel arrows tegen. Giel, heb jij een lucky block? Ik zie er nog geen. Oh, hier in de verte, Jesse. Heb jij er ook een in de verte? Nee, wacht, dat zag ik verkeerd. Nee, ik heb er een. Heb jij geen lucky block? Jij hebt echt zo... Giel, hier staat Jesse. Er gewoon naar beneden. Echt? Oh, jij bent er ook eentje vergeten. Oké, ik ga hem openen en hopelijk is de goede lucky block in. Nee, ik kreeg allemaal droppers. Wat heb ik daar nou aan? Giel, open jij de lucky block maar. Misschien zit er bij jou wel wat heel vets in. 2, 1. Obsidian! Daar heb je ook helemaal niks aan. Maar wel leuk. echt superleuk. Maar we gaan weer doorhakken. Jongens, ik zie een village in de verte. Dit is top. Die hebben natuurlijk ook steen. Allemaal eten. De villagers hebben ook steen. Nee, ik wil ook dit eten hebben, Giel. Er staat daar een skeleton voor mijn neus. Giel, je wordt beschoten door de skeleton. Mick wordt ook beschoten. Giel, ik wil ook eten. Alleen ik mag niet van mijn lijn af. Ja, maar ik moet snel dit hekje slopen, anders ga ik dood. Giel gaat gewoon dood door de skeleton. Giel, misschien kan ik hem wel slaan. Ik kan hem slaan voor jou, Giel. Kan je hem slaan? Ga dood. Ik heb er één. Ik ga hem killen. Ja, Mick, die andere skeleton. Goed zo, de skeletons zijn weg. Alleen, waarom help ik jullie? Dat is zo dom. Ik ga weer door, jongens. Want er staat hier gewoon een huisje en dan kan ik gewoon in. Ik hoop zo dat hier een hele goede loot in ligt. Ik moet door het huis heen. Waarom zou ik niet op je schieten? Nee, niet op mij schieten. Maar mag ik wel op Giel schieten? Aan het einde gaan we vechten, oké? Nu gaan we nog niet vechten. Okay. Nu mag het nog niet. Eerst moeten we nog looten. Er staat hier die kist en... Jongens, ik heb superveel brood en ik heb 3 iron.
ik heb 3 iron. Oh, dan kun je dat goud hakken. Oh, dan kan, oh, dan kan ik goud hakken inderdaad. Oh, dat is echt super slim van jou, Giel. Bedankt voor het helpen. Nee, wat doe ik dan nou? Ik zet een crafting table neer. Ik maak even wat sticks en... Zo, ik heb gewoon een iron pickaxe op dit moment. Nee. Hey, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga terug naar het goud en ik ga het even hakken hoor, jongens. Yes, ik ga op je schieten hoor. Nee. Mick, niet op mij schieten. Dat mag jij niet doen. Nee, ik had een iron zwaard moeten maken. Ik ben zo dom. Giel, waarom zeg je dan weer dat ik nu goud kan hakken? Oh. Ja, gewoon nu kun je een gouden zwaard maken. Ik kan dit blokje hakken. Nee, ik kom er niet bij. Giel. Mick, kun je dat met een stone pickaxe hakken, ja? Nee, ik kom er niet bij. Ik hak het gewoon weg voor Jesse. Nee. Ik heb hem. Jesse, ik heb jouw goud opgepakt. Heb je mijn goud opgepakt? Ja. Hoe kom je daar dan weer bij? Ja, ik kon er wel bij. Ik kwam wel naar mij toe. Maar nu is Mick de enige persoon zonder goud volgens mij, of niet? Ja, maar ik heb een boog. Ja, maar Mick heeft wel een boog, ja. Oké, wacht. Ik ga 2 zwaarden van goud maken, maar dat gaat heel snel kapot. En dan ga ik jullie mee killen zo. Nee. Hier ligt steen, dat kan ik ook wel gebruiken. Oh, zo. Nee. Ik kom er niet bij. Nee. Ik kom er niet bij. Er ligt weer een blokje steen. Ik kom er gewoon niet bij. Kijk, ik heb een broek aan. Wat heb je? Ik moet ook armor maken. Giel, bedankt voor de tip. Ik maak ook even armor. Nee, ik heb een gouden helm. Moet je kijken. Oh, ja, nee, maar ik ben alsnog sterker, Jesse. Nee, ik ben sterker. Maar ik heb nu ook steen. En met dat steen ga ik gewoon een stenen axe maken. Want dan kan ik nog meer hout hakken. Nee, jullie kunnen bij die andere villagers komen. Alleen dan kom ik niet bij. Ja. Misschien zit er hier ook wel iets in. Ja, ik weet het niet. Yes. Mick, zit er bij jou een kistje, Mick? Nee. Bij Mick zit helemaal niks in. Giel, zit er bij jou wat leuks? Ik kan de deur hakken. Ik ga even kijken. Giel, er ligt helemaal niks in jouw huisje. Er ligt helemaal niks. Jawel, een chest. Maar wat zit erin? Wat zit erin? Superveel eten. Maar verder zit er helemaal niks in. Nee, dat niet. Nou, maar ik heb ook al superveel eten. Mick, heb jij eten? Nee. Ik heb helemaal niks, Jesse. Ik heb helemaal geen geluk. Mick heeft helemaal niks. Maar je hebt wel een stenen zwaard. Dat is wel goed. En ik heb een gouden zwaard. Ja, jullie hebben toch veel beter. Maar jongens, ik zie de finish al in de verte. Ik zie nog een huisje met chest erin. Giel kan door nog een huisje, dat meen je niet. Mick, jij kan daar eten pakken en ik kan helemaal niks meer doen. Giel, ik ben zo benieuwd wat er in de chest zit. Ik ook. Waar is jij een kistje dan? Ik kan er niet bij, nee. Kom je er niet bij? Nee, Giel, kom niet bij de kist. Het is geniaal. Mick, kom jij wel bij het eten, Mick? Nee. Kom jij niet bij het eten? Nee, kijk hoe ver dit is. Mick komt er gewoon niet bij. Giel, wat ben jij aan het doen? Ben je lekker aan het hakken met je houten pickaxe? Dat is zo slecht. Weet je wat het is? Ik heb een heleboel steen, dus ik ga eventjes wat dingetjes maken, hoor. Ik ga ook nog even wat tools maken, jongens. Want ik heb een gouden zwaard erin. Ik weet niet of die heel goed is. Ik ga ook een stenen zwaard maken. Ik ben mijn steen kwijt. Nee. Wie heeft mijn steen gestolen? Wacht. Maar ik kan hier gewoon nog steen hakken, hè. Kijk. 1, 2. Ik heb mijn 2 steen nodig en nu kan ik een stenen zwaard maken. Oké, die ga ik meteen eventjes craften op deze manier. En ik heb ook nog een dropper. Verder heb ik echt helemaal niks. Ik heb een crossbow en daar heb ik niks aan. Oh. Ja, jongens, ik denk dat ik klaar ben voor het gevecht. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, ik ben ook klaar voor Jesse. Ja. Oké, Giel, bijna. Wat ben je allemaal aan het doen, Giel? Nou, op deze manier kan ik wel de chest in. Wacht, kom je bij die chest? Weet je wat erin zit? Nee, zit er een diamonds in? Hoeveel diamonds heb je, Giel? 2, ik ga een zwaardje maken. Nee, Giel, kan nu een diamond zwaard maken. Dit ga je niet menen. En dat was niet alles, Nou, wat heb je nog meer? Wat zit er nog meer in? Nee! Hoe kom jij in zulke goede loot, Giel? Ja, dat zit er wel allemaal in. En Mick, heb jij helemaal niks meer? Dan gaan we gewoon samenwerken en dan gaan we Giel pakken. Ja, dat is wel een goed idee. Gelukkig heb ik nog mijn boog. Mick heeft nog een boom en die heeft helemaal geen pijlen. Ik ga sowieso verliezen. Maar jongens, ik ga over de finish. En als je over de finish bent, mag je lopen waar je wilt. Maar nu gaan we vechten met elkaar. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, dan gaan we vechten in 3. 2, 1, go! Nee, we zouden toch Giel pakken? Nee. Au! Giel, ze dachten mij aan. Giel. Laat me met rust. Mick moet dood. Mick moet dood. Jullie moeten allebei dood. Nee! Mick is dood! Giel. Kom dan. Au! Kom dan. Je gaat me killen. Ik heb gewonnen!